rolstoeltennis, rolstoelbasketbal, shooting, parabadminton, goalbal, boccia, judo, taekwondo, paracycling, archery. Het unieke aan de EPC is dat we deze 10 Europese kampioenschappen in 2 weken organiseren om uiteindelijk 10 Europese kampioenen te hebben in de verschillende disciplines. Ik ben Jeroen Straathof, toernooidirecteur European Para Championships 2023. Als je me echt vraagt om mijn eigen sportmoment, moeilijk te kiezen, maar is dat eigenlijk wel mijn WK-titel op de 1500 meter. Dit is een medaille van mijn WK-afstanden, 1996. Ja. Dit is de Paralympische medaille uit Sydney 2000. Heel veel schaatsers trainen altijd in de zomer heel veel op de fiets. De combinatie is uiteindelijk pas later gekomen toen ik ook op hoger niveau wilde fietsen. En eigenlijk toen pas ook de link ben gaan leggen met het fietsen met de tandem. En zo is dat eigenlijk ontstaan dat ik een Paralympische medaille haalde in Sydney 2000. Een wielrennende schaatser. Ja. Toen ik werd benaderd om toernooidirecteur te worden, kwamen eigenlijk alle stukjes en alle puzzeltjes vanuit mijn sportcarrière eigenlijk bij elkaar. Ik weet als geen ander wat die sporters op dat veld meemaken. Die gaan er voor hun sportmoment. En dat is gaaf om daar toernooidirecteur te zijn. Zo'n multisport event zorgt ervoor dat we alle sporten dezelfde aandacht kunnen geven. En is het straks aan die atleet om hun sport uit te dragen en uiteindelijk creëren ze daarmee de aandacht die ze verdienen. De rolstoelbasketbal, zowel de dames als de heren, doen het van Nederland altijd goed. Maar het zal ook fantastisch zijn om de finales te zien van het archery op de Kop van Zuid. Kom vooral kijken in Ahoy en laat je vooral inspireren en denken in de mogelijkheden die er wel zijn.